Emeltje, ja, moe. Emeltje. Ja, pa. Emeltje, wat zie je er weer uit? Emeltje. Ja, moe. Emeltje. Mama. Emeltje, maakt niet zo'n gek geluid. Netjes eten, Emeltje. Met twee woorden spreken. Wees voorzichtig, moet je soms allebei je benen breken. Emeltje. Ja, moe. Emeltje. Emoe. Emeltje, Emeltje, Emeltje. Vader, moeder, waar is wakker? Het is midden in de nacht. Wat is dat? Vader, moeder, er ligt iemand op de stoep. Huh? Er ligt iemand op de stoep, wie dan? Op ons? Op de stoep? Ja. Hé, hey, wat nou zo, wie kan dat wezen, midden in de nacht? Oh, ja, kom maar eens kijken, kom maar eens kijken. Kijk maar. Ja, inderdaad, ze heeft gelijk, Emeltje. Je hebt gelijk, zeg. Er ligt iemand op de stoep. Ja, het is een heel oud mannetje. Ik zie het al. Hm? Het is opa Duizendschoon. Ja. Hij ligt te slapen op straat. Ja. Ja. Opa Duizendschoon, hij is tuinman bij meneer Pinkerbank. Ja, ja. En hij woont in dat groene huisje. Waarom ligt hij hier? Dat is niet gewoon. Opa Duizendschoon ligt te slapen op de straat. Ja, daar ligt hij inderdaad. Zomaar op die harde keien. Oh, wat krijg ik een medelijden. Opa Duizendschoon, dat is niet gewoon. Opa Duizendschoon. Wat? Oh, dag mevrouw. Dag meneer. Ja, waarom ligt u daar zo op de stoep, opa Duizendschoon? Wat? Ja, zomaar op de stoep. Dat zal ik u zeggen. Dat komt zo. Ik heb geen huis meer. Geen huis meer? Hoe komt dat dan? Hoe kan dat nou? Waar is je huis gebleven? Waar moet je dan in leven? Wat doe je in de kou? Opa Duizendschoon, wat doe je in de kou? Oh, lieve mensen, dat huisje, dat groene huisje, dat is van meneer Pinkerbank. Ja, ja. En meneer Pinkerbank heeft me eruit gezet. Wat? Ja, jazeker, eruit gezet. En de sleutel heb je in zijn zak gestoken. Oh, ja, zo, wat een schandaal. Wat gemeen. Oh, wat erg. Jazeker. En hij heeft me ook nog uitgescholden. Nee. Ja, voor oude diebe. Schandelijk, zegt dat vreselijk. En waarom? En wat had u dan gedaan, ja, opa Duizendschoon? Ja, u moet weten, ik hou de tuin in orde bij meneer Pinkerbank. Ja, ja. En hij is zo precies op zijn tuin. Een berg met dahlia's, een berg met azalia's. En alles moet precies op een rijtje staan. Ja, ja, nou. En toen stond er één struikje scheef. Nou, 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 ja, zeg hem. Heeft Pinkerbank je daarvoor uit het huisje gezet, opa? De moeder, laat me los of homer. Ik ga de wet, want ik ga hem. Ik zal die man, ik zal die Pinkerbank. Nu is het ook. Ik blijf niet bij je. Hou je vader. Is het over, vader? Het is over, moeder. Ik blijf hier. En hij heeft de sleutel in zijn zak gestoken. En ik mag er niet meer in dat huisje. En nou zwerf ik maar rond. Maar u mag vannacht in mijn bedje slapen, hoor, opa Duizendschoon. Ah, dan slaap Emeltje. Ik wel op de grond. Ja, kom maar binnen, opa Duizendschoon. En u hoeft niet in Emeltjes bed. Wel, nee, zeg, we hebben een fijne bank. Daar mag u heerlijk op slapen. En hier had u eerst nog een kopje koffie. En nou maar lekker slapen, hoor. Op de bank. Wel te rusten, opa Duizendschoon, slaap maar lekker op de bank. Wel te rusten, opa Duizendschoon, droom maar niet van Pinkerbank. Ligt u lekker, opa Duizendschoon, ligt u lekker op die bank. Nog een kussen, opa Duizendschoon. Heb dank. Oh, hij slaapt al. Ja, nou. En ik zal nou even die Pinkerbank een pak slaag gaan geven, zeg, moeder. Nee, vader, nee. Slaan helpt
maar zo zelden. Ik zal eerst eens even met de katten spreken. Rozenkrans en Guildenstern, kom eens hier. Ja, ja, wat zeggen ze? Ja, wat zeggen ze, moeder? Rozenkrans en Guildenstern. Oh, hè? Oh, dat is een goed idee. Wat zijn jullie weer knap, katten. Denk je heus dat je er 75 bij elkaar krijgt? Nou, moeder, wat zeggen ze? Hè? Stil even. Rozenkrans en Guildenstern, ga dan maar direct, hè? Wij blijven hier voor de deur wachten. Wat gaan de katten doen, moeder? Ja, wat gaan ze doen? Oh, Rozenkrans en Guildenstern gaan alle katten uit de buurt optrommelen. Alle katten uit de buurt. En ze hebben een geweldig plan. Kom mee, en wij moeten hier gaan staan voor de deur, ja. Hier op straat. Oh, er komen er een heleboel aan. Kijk uit de verkeerstunnel. Ja, ja. En daar van de daken, zeg, en uit de steeg, wel 50. Zeg, moeder, vertel eens even, wat gaan we doen? Die meneer Pinkepank is zo trots op zijn dahlia's en zo precies op zijn azalia's. Oh, kijk, nog meer katten! En nog meer! Stil, katten, stil! Rozenkrans en Guildenstern zegt dat ze stil moeten zijn. Hoeveel zijn het, hè? 74. Oh, het zijn er maar 74, want Wurtje van de Kruidenier is net bezig jonkies te krijgen. Zo, nou. Katten! Ik heb jullie bij elkaar geroepen voor een grootse taak. Jullie weten wat je te doen staat. Op naar het huis van meneer Pinkepank. Wij gaan voorop. Vader, zachtjes lopen. Ja. Ebeltje, heb jij je rubberzolen aan? Ja. Volg ons, katten. Katten deze aarde, verenigt u, verenigt u. Kom van uw herden, verenigt u, verenigt u. Er wacht u dan zijn grootste taak. Het is voor zulk een schone zaak. Katten dezer aarde. Katten dezer aarde. Maar wat gaan we dan doen, moeder, als we met al die 74 katten bij het huis van Pinkepank zijn? Ja, zeg, wat is nu eigenlijk de gedachte precies? Dat zullen jullie wel zien. Zo, we zijn er. Het hek door. Voorzichtig, katten. Niet in de borden, niet in de bloemperken. Netjes op de paden blijven en op het gazon. Nu gaan we allemaal onder het raam staan van Pinkepank zijn slaapkamer. En nou, allemaal tegelijk. Opgepast, opgepast. Zeg, hij schuift het raam open. Wat moet dat? Wat gebeurt daar? Wat doen die katten in mijn tuin? Ik ben het, meneer Pinkepank, mevrouw Katzwijn. Wat is dat voor gezeur? Wat is dat voor gezeur? Wat moeten al die katten voor mijn deur? Meneer Pinkepank, wij eisen de sleutel van het groene huisje. Het huisje van opa Duizendschoon. Oh nee, oh nee, oh nee, dit krijgt u niet gedaan. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, daar denken wij niet aan. Meneer Pinkepank, u hebt opa Duizendschoon uit zijn huisje gezet. Ja. U hebt de sleutel in uw zak gestoken. Als u niet onmiddellijk die sleutel geeft, nou, dan... wat dan? Het is mijn sleutel en het is mijn huisje. U kunt er lekker niets aan doen. U hebt mooie dahlia's, meneer Pinkepank. En mooie azalea's, meneer Pinkepank. Het zou erg jammer zijn als ze door katten werden aangekrapt. Door 74 katten, meneer Pinkepank. Wat? Maar dat verbied ik. Oh, maar daar trekken ze zich niet van aan. Ze doen het toch. Geeft u mij die sleutel? Nee, nee, nee. En nog eens, nee. Goed, dan gaan we nu beginnen. Katten, de linkergroep gaat naar die kant, de dahlia's. En de rechtergroep naar de andere kant, de azalea's. Dahlia's, azalea's, de hele boel wordt omgekrapt. Dahlia's, azalea's, de hele boel gaat om. Kom, kom, dan gaan we aan het werk beginnen. Maar bij dit grote berg, dahlia's, azalea's, de hele boel gaat om. Ik stuur mijn hond op ze af, Hector! Waar zit die rothond Hector? Nou, als u mij vraagt, ik denk dat Hector een tikkeltje aan de bange kant is, meneer Pinkepank. Hij is vast weggekropen. Jullie zijn boeven, ik protesteer. Ik bel de politie. Ja, doet u dat maar, meneer Pinkepank. Weg uit mijn tuin. Oh, die katten, wat een ellende. Oh, die krabbende en woelende katten. Oh, een dahlia's, oh, een azalia's. Dahlia's, azalia's, de hele boel wordt omgeklapt.
Dahlia's, azalia's, de hele boel gaat om. Kom, kom, dan gaan we aan het werk, begin maar. Bij het grote berg, Dahlia's, azalia's, de hele boel gaat om. Oh, mijn dure siertuin, oh, mijn kostbare planten. Geef ons dan de sleutel, dan houden de katten direct op. Niet, dan gaan ze door. Katten, doorgaan. Stop, stop. Ik geef me over. Hier is de sleutel. Vang hem maar op. Dank u. Ik heb hem. Katten, ophouden. Mooi. En nu verzamelen. Allemaal op het middenpad. Het is een schande. Ik zal me wat klag doen. Het is een misdaad. Wat ben je, meneer Pinkerbank, als u nou nog één woord zegt, dat dan nog beginnen ze weer. Oh, ik zal niks meer zeggen. Ik heb niks gezegd. U hebt nou de sleutel en opa Duizendschoon kan weer in zijn huisje. Die ouwe dimmers. En belooft u, meneer Pinkerbank, dat u opa Duizendschoon in zijn huisje zal laten wonen voor altijd en altijd en altijd? En dat beloof ik. En dat u hem nooit meer zult uitschelden voor ouwe dimmers? Dat beloof ik als die afschuwelijke katten maar mijn tuin uitgaan. Goed, we gaan weg. Maar als u uw belofte breekt, meneer Pinkerbank, dan zijn ze onmiddellijk weer alle 74 in uw bloemperken. Wat zeg ik? De volgende keer 79. Want Moertje van de Kruidenier heeft dan jonkies. Kom, katten. Dag, meneer Pinkerbank. Dag, meneer Pinkerbank. Oh, hij slaat het raam dicht en hij zegt niks terug. Wij hebben de sleutel en nu naar huis. Ja, goed zeg. Katten, we zijn hier bij het hek. Jullie kunt naar je eigen huis terug. Hartelijk, hartelijk dank. Morgen vroeg voor iedereen melk op het platje bij mij thuis. Zo, hè? Nou, wij gaan ook maar slapen, hoor. Ach, wat zal opa Duizendschoen blij zijn, zeg. Nou, Ebbeltje, dat was weer eens een goed stukje werk van je moeder. Ja, maar dat komt omdat ze vroeger zelf... Nou, Ebbeltje? Je moeder is vroeger een kat geweest, een dikke rode kat. En toen was ze ook al zo'n aardig beest, toen was ze ook al zo'n schat. En iedere avond bij heldere maan, dan wil ze nog wel eens de dagen op gaan. Nu heb je het gehoord en dat was